Is daar iemand? Ik heb een wortel, hè. Ik smijt het tegen een kap, hè. Ik zweer het, hè. Houdie, rustig, jongen. Yo, jongens en meisjes. En welkom terug bij een nieuwe Minecraft-video. Ja, we hebben de vorige keer... even een... bij ons onder het huis een krater gevonden. Maar het was blijkbaar dus niks. Dus ja, ik weet niet wat ik er eigenlijk verder mee moet doen. Dus ik denk dat ik dat gewoon ga sluiten. We hebben ook nog... een... ik ga zelfs wel iets fixen. Want ik weet niet dat dat wel goed is. Ik ga mijn game laat gewoon een beetje minder zetten. Ik hoop dat dit wel goed is voor jullie, dat dat niet te laat is. Ik ga dat wel zelfs horen, denk ik. Maar dan is de video wel een beetje naar de zak. Maar we hebben dus ook dit gemaakt. En ja, wat ik me dus afvraag... moet ik nu gewoon dat dak plat laten of gewoon een zo'n driehoek? Dus laat dat zeker achter in de reacties, dan ga ik dat zeker doen. En ook mijn vraag was, moet ik nu deze huis ook allemaal terug mooier maken of gaan we dat gewoon loslaten? Want het is wel de bedoeling dat daar terug villagers gaan inkomen en bij deze gaan we die proberen terug te laten genezen. Dus dat is trouwens Joske. Joske zegt dus iets. Ah, ja, daar is nog één, dat is Janin. Ja, Joske en Janin, die zijn al een paar jaar uiteen. Maar ja, misschien komen ze terug bijeen als ze terug genezen zijn, hè? Wie weet, hopelijk. Hè? En komen er andere villagers. Baby's dus waarschijnlijk. En dan worden die ook groot en dan up, hebben we gewoon een dikke en hebben we gewoon terug een dorp. Dus wat we vandaag gaan doen is eigenlijk veel minen. Ik denk dat dat wel... de bedoeling is van Minecraft dat we gaan minen. Alleen... mijn microfoon stond in het beeld, dus ik kon eigenlijk even niks zien. Nu zie ik wel mijn inventaris, dus dat staat goed. Ik heb alleen niet genoeg fakkels, denk ik. Of had ik het er nog in mijn kist gezet? Dat denk ik niet. Dus ik denk dat ik eerst houtskool moet gaan zoeken. En hout, natuurlijk. En dan... nee, oké. Okay. We hebben wel kool. Dus we moeten alleen hout hebben. Ik heb ook wel dingen gekregen. Een tip. Dat ik houtskool blokken moet maken in plaats van gewoon houtskool. Dat je met blokken langer toekomt. Dus dat gaan we ook doen. Ik weet niet, heb ik eigenlijk deze huis al eens bekeken gehad? Dat weet ik niet. Ik denk het niet eigenlijk. Oh, we horen nog iemand. Maar die zit hier ook onder. Hier zit... daar ze! Laat maar achter hoe dat die moet noemen. Ik heb al twee namen verzonnen, dus jullie mogen ook een naam verzinnen. Dan gaan we die ook genezen. Dat er nog geen drenkeling is geworden. Of kunnen die geen drenkeling worden? Ik weet het niet. Maar er is blijkbaar dus niks in een huis. Alleen een bed. Dus... alleen dit. Waarom is dit? Oké, maakt niet uit. Dus we gaan hout zoeken. Ja, dus waarschijnlijk moeten we daar in die bomen... in dat bos gaan. En dan kunnen we fakkels gaan maken. Want ik weet echt niet dat hier dichtbij bomen zijn. Jawel. Het is er redelijk dichtbij. Dus we gaan nu hout hakken. Alleen mijn bijl gaat er niet lang overleven, denk ik. Dus ik ga eerst nog eens kijken dat ik nog een bijl heb. En als ik geen bijl meer heb, heb ik denk ik pech, want ik heb ook geen stokken. Dus dan moet ik eigenlijk echt eerst met mijn handen weer al gaan hakken. Oh, geweldig Minecraft spelen. Leuk. Fijn. Allemaal fijn. Fijn. Hebben we hout? Ah, hout hebben we wel. Dus we kunnen dat wel gebruiken voor... Voor die stokken even. En dan... kunnen we zo even een ding maken. Stokjes. Ik moet stokjes. Of moeten we daar eerst... daar... dan gaan we eerst dat maken dan. En dan... stokken, hier. Dat is wel genoeg. Dan hebben we... dan kunnen we... paar pickaxe van maken. Alleen pas ik nu. Ah nee, we hebben geen. Ah, we komen één steen tekort. Oké, ja. Dus dan gaan we maar met hout hakken. Ja.
Als je snapt wat ik bedoel. Hout, hakken. Ah. Wat ben je grappig, Brent? Oké, Jezus, ik hoop dat dat niet te hard staat voor deze video, want amai. Ik ga nog mijn game laten iets zachter zetten. Oké, dan gaan we nu hout hakken. En dan gaan we terug mijnen. Mijnen, amai. In het Nederlands is dat echt wel een beetje cringe, zou ik maar zeggen. Alleen het is donker aan het worden, natuurlijk. We gaan weer op avontuur en dan wordt het weer donker. Oké, ik denk dat 14 stokken wel genoeg zijn, want het begint donker gaan te worden. Ik ben... Oh, een Enderman. Oh, oké, daar moeten we wel niet naar kijken dus. Want dan zijn we wel echt genaaid. Oké, ik hoor zombies. We gaan op top zijn lopen zetten. Oké, ik heb wel liever een zombie achter mij aan dan een Enderman, maar ja. Toch. Oké, dan gaan we eerst slapen. En dan zie ik je zelfs terug. Oké, fakkels maken. Goed, leuk. Oké. Gaan we met 14 stokken en ja, eigenlijk, dan heb ik voor niks. We gaan zien. We krijgen er al 14, 4 uit van mij. Dus we krijgen sowieso 14. 14, waarom zeg ik? Oké, we hebben bijna een hele stack. Ik ben eigenlijk echt gewoon noob in Minecraft. Sorry daarvoor. Wow. Gaan die ruzie zoeken? Gaan die ruzie zoeken? Oh, de creeper! Ja, die mag absoluut geen ruzie zoeken. Daar gaan we van weg blijven. En zeker als ik bij mijn bed blijf staan. Allee, bij mijn huis blijf. Gaat jij zo doen, jong? Gaat jij zo doen, ja? Oh ja, daar is ze op roofd. Ze zijn daar, ze zijn daar. Eerst... Oh. Nee! Weet je dat we echt zwaar k***t zijn nu? Hebben we nog een pickaxe? Nee. Nee. Natuurlijk heb ik een pickaxe meer, man. Ik had hier nog wel steen. Dus ik had eigenlijk een stenen pickaxe kunnen maken. Oké, nu komt alles op zijn poortjes terecht, weet je? En dan? Ai, ai. Oh, dat is weg. Oh, jongen, ik zweer het u. Als een kerel binnenkomt, een stoeme creeper. Dat is dan... Dicht. Oké. Oh shit, daar is hem. Maar gaan die iets doen uit zijn eigen? Of gaan die gewoon laten doen? Want die moeten mijn dorp wel maar rust laten hoor. Wat kijkt je zo? Jezus, als jij schiet, ik zweer, jong. Ik maak gehakt van u, hè. Oh, oké. Okay. Maar jij hebt het met de verkeerde te maken, jij. Kom hier! Spin! Attack! Is de kerel nou echt dood gegaan doordat hem aan het stikken was? Hey, nu zijn jullie niks meer, hè? Nu zijn jullie niks meer, hè, met jullie baas? Kom hier, jong! Hier, jong! Ah, nu is het er niks meer, hè? Op wat trekt dan, hè? Hey, Spin, mij moet het niet aanvallen. Oh, we hebben daar. Oké, ik ga dat boven mijn deur hangen. Dat is wel leuk. Wel grappig. Dan weten ze dat ze niet met ons moeten... Gast. Zijn jij hier net nog altijd, jong? Vol uit de kop. Ah, je gaat van mijn deur. Ah, toch. Hier, jong. Ah, ik zweer, als jij ontploft, de maat. Hier moet je dan ploffen. Hier, kom, ontplof. Ontplof dan, jongen. Oh, yo. Zo ze. Allee. Dan weten ze toch al van... Oh. Die jongen... Die skippen wij. Eigenlijk moet ik een hoofd van een creeper of zo krijgen. Maar ja, dat gaat alleen op creative waarschijnlijk. En hier... Was onze... Magische... Grot, maar weet je waar ik nu achter kom? Zonder pickaxe kunnen we niks doen. Oké, ik heb dus 3 pickaxe gemaakt, dus ik denk dat... Ik denk wel dat dat zo vaak gaat zijn. Kool kunnen we wel eens op een andere keer komen halen, dat hebben we wel genoeg. Allee, wel. Hebben we dat genoeg? Nee, toch? Ah, 23. Oké, dat is wel zoveel, denk ik. We zijn wel al redelijk ver geweest, tot hier. Maar dan vraag ik me af, wat zit hieronder?
Hallo? Is daar iemand? Weert u, hè? Ah. Oké, we hebben niet gevonden. We hebben niet gevonden. Ik weet niet eens waar. Een deur. En nog een deur. Hé, hey, maar als er nu een halve zot achter mij aankomt. Ik heb karate gedaan, hè? Hé, hey, En dat is niet gelogen, hè? Hé, hey, ik hoor wel iets. Dat is niet. Ik heb een wortel, hè? Ik smijt het tegen een kap, hè? Ik zweer het jou. Houdje, houdje. Rustig, jongen. Rustig. Ik zit al weg, jongen. Ik zit al weg, ja, hé. Hey. Ik haal hem. Wat is dit, ja? Wat is dit? Oh ja, G, dat hebben we nog nooit. Dat hebben we nog nooit gezien, ja? Hier, een kist. Ja, inktzak en appels. Oké, okay, die appels nemen we wel mee, hè? Daar kunnen we iets van maken. Hé, hey, G, ga je nog springen of zit hij? Oh, we kunnen wel die pickaxe. Ah, die fakkels meenemen. Maar nee. Oh ja, nu zitten we vast, geweldig. Dat dat geen val was of zo. Oké, okay, hier is nog iets. Oh, maar ik verschiet altijd van dat geluid, joh, was dat? Goud! Oh, lekker! Lekker, lekker! Hier nog iets? Nee. Ik wil wel mijn. Oh ja, hier is nog een kameraad van ons, ja. Hé, hey, is er zijn eigen aan het verdrinken of zo, joh, wat is dat? Hey, kerel! Maat! Hey. Oké. Okay. Kom, we gaan eens laten zien wie we zijn, joh. Ah! Oh, ik heb hem gepeil! Of jawel! Hey! Ai! Oei, mijn pijl is dan op. Kut, kut, kut. Hier, jong! Hier, jong! Hey! Niet meer naar Curia, heb ik al gezien. Ah, ik kan die pijl niet oppakken. Ha, ik. Oké, iemand is zijn eigen aan het verdrinken, denk ik, want ik hoor altijd zo gebubbel. Je kent dat zo, als je zo water pakt van zo'n dingetje voor te drinken. Ja, of water is voor te drinken, Brent. Oh, ik hoor een spin. Maar je bedoelt zo plastieke dingen, ja, dat hoor ik dus. Hè. Hey, Spider-Man, wat zeg jij? Hier is eigenlijk dus echt niks te zien. Ik ben hier eigenlijk al verloren gelopen. Ik weet nog niet eens waar ik ben geweest. Kan iemand me helpen? Hallo! Hallo! Joehoe! Joehoe! Hi! Kijk! Kulvleermas! Weg, 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 weg! Nee! No, no, no! Oké, okay. Dat is een slecht grapje. Oké, okay, ik weet het. We mogen niet allemaal mee lachen. Batman is hier. Batman die stalkt mij, hè. Bij die horror game was hem er ook bij. Hé, hey, maar... Waar zit je, vriend? Zit je daar? Ah nee, je zit daar niet, hè. Je durft hier niet te zijn, hè. Ah nee, hè. Kerel, wat zit je? Hé, hey, jong, tussenmaal, hè. Ik val u niet aan als jij mij niet aanvalt. Maar ik krijg wel het schijt dat je een... De paljas hier ergens zit, hè. Wat is dat hier? Ah, hier is een trap. Naar beneden. Wacht eens even. Is dat dan de cave verder? Of is dat... Ja, dat is de cave sowieso verder. Ik ga eerst kijken dat ik hier nog niks kan vinden. Want ik zag hier dus een deur. En waarschijnlijk zit die skelet hier, hè. Ah, nee. Ah, nee, nee. Dat was die... Ah, oké, ja. Prank. Ha, ha, ha. Maar ik ben dus eigenlijk echt wel legit de weg kwijt. Hey, G! Daar ligt bloed en meet. Dat is niet gezond, hè. Ah, nee. Als er bloed lijkt, lekt, dan nee. Dus, hier is een trap. Oké, José. Oké, dan kunnen we eindelijk eens weten wat dat geluid is, want ik wil er aan mijn tand van. Is het tijd van de maand, mevrouw? Of meneer, misschien kan dat, dat kan. IJzer, ja oké, dat is ook wel luxe. En appels, jawel, we hebben de game gewoon eigenlijk al uitgespeeld. Appels, daar waren we toch op zoek, hè? Hallo, ik ben bewapend.
Ah, jij zit maar muur. Oké, dan. Ah, dank u wel om mijn fakkel terug te geven. Moet ik dan echt een muur gaan slopen om te weten wat daar zit of zo? Of is hier een geheime doorgang? Dat ik nog niet eens vanaf weet. Ah, hier is nog een trap, of wat? Ah ja, ah, oké. Okay. Hey, maar dan lijkt dat wel serieus door, hoor. Ik kijk daar van twee dingen. Oké, okay, ik zit nu met de. We kunnen naar daar gaan, maar we kunnen. Maar daar is je een doolhof of zo, jongen. Ik ga hier nooit meer uitkomen, ik zweer het u. Waar ben ik nu? Waar ben ik nu? Ah, je spin! Hé, hey, doe het normaal, joh. Ik ben bewapend, hè, jong. Spider-Man. Maar dat oké, okay, nee. Dat is gedaan. Het is genoeg. Oké, okay, maat, ik zweer het, als jij mij aanvalt, jongen, ik maak een spinnenweb van nu, hè, jong. Blijf daar in de kot, jong. Blijf in... Nee, we gaan die grap niet maken. Hallo! Joehoe! Hey! Ah ja. Nice. Wie maakt er in godsnaam één lokaal met twee deuren? Gewoon echt zo'n klein, allee, zo'n klein kamertje zo. Dan heb je ook wel geld genoeg. Hey! Ja, oké, okay, niet dat geld kost in Minecraft. Hè. Maar wat denk ik allemaal aan het zeveren? Hier, ik ben er voorbij gelopen. Maar ik heb al een ijzeren broek. En hier is weer een kameraad. Hè. Ah, hier zit ik gedaan, joh. Eindelijk, jongen. Godmonnieu, jongen. Hey, dat was net mij echt aan het irriteren, ze. Maar ik snap dat niet, hè, jam. De mens dat deze gemaakt heeft, die houdt van deuren of zo, hè, want je pakt één deur en je gaat er terug uit en je denkt van, ah, ik ga die eens pakken, maar je komt gewoon hetzelfde uit, hè. Maar eigenlijk ben ik zo achterlijk om die kist gewoon niet kapot te doen en mee te pakken. Maar ja, dan is mijn dingen te... Oké, daar kunnen we wel trappen, hè. Ik zweer dat ik dat nu oppak, dan ga ik eraan, hè. Ja, stop, hey. Oké, okay, we gaan dat daar droppen. Dan kunnen we daar al niet meer langs lopen. En mijn zwaard is ook al bijna kapot. Bij mijn stalkers. Ik hoop dat hier lava is. Dan kan ik dat gewoon kapot doen. Ah, oké, okay, lol. Dus we zijn hier naar boven gekomen. Ik denk van, ah, hier is terug een deur. Kijk. En dan vallen we bijna dood. Dat is ook een optie. Natuurlijk. En dan is hier ook gewoon niks. Ook gewoon letterlijk niks. Dus ik ga gewoon terug naar die locatie waar dat aan het druppelen was. Want ik wil eigenlijk wel weten wat dat is. En hopelijk is dat geen lava, want dan zijn we echt gewoon weg. Dan is het gedaan met alles hier. Jij gaat ook mee. Oké, zijn we eigenlijk in die deur geweest? Ja. Oké, laat maar. We gaan gewoon terug naar beneden. Dus. Maar ik zweer het, ik mag dat hier gewoon kapot. Ik zend die muur. Ah ja, maar hier kunnen precies wel blijven en kappen. Oké, okay, we gaan gewoon terug wat dat aan het lekken was. Oké, okay, hier was aan het lekken. Oh, zeg dat geen lava was, alsjeblieft. Oh, Joske! Hallo? Ah. Wat? Ah! Lava! Ik wist het eigenlijk. Hè. Eigenlijk moest ik dat weten. Wat gaat jij tegen mij doen, joh? Ja, moeten we eigenlijk niet gaan lopen nu? Maar ik wil... Hé, hey, jong! Doe eens normaal! Oh. Oh, nee, je meent dat. Dat zijn van die dingetjes, of wat? Maar wat? Zit daar dan eigenlijk niks? Want ik wil eigenlijk mij niet onnodig dood laten gaan om mijn spullen daarna te gaan zoeken en daarna te realiseren van, ah ja, mijn spullen zijn verbrand. Dus ik denk dat ik gewoon terug ga en nooit meer terugkom. Kom, het is genoeg geweest. Ik zijn ze mug. Kom hier, jam, dat ik je een headshot geef, jam. Hé, jam!
Alleen ik mag schieten. Hé, hey, maar dat is niet eerlijk, hè, joh. Hé, hey, kom terug, Jan. Hé, hey. Oh, eraan. Kom, en die creeper gaan we er ook aan doen. Misschien zit hier nog wel iets, want hier zijn we toch niet geweest, of wel? Kom! Kom! Oei, oké, dit is een ploft. Ai, oh nee, dat is van die kut. Ah, oh, we zijn er weg, we zijn er weg. Kom, kom, eerst kom, 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 jam, kom, jam, kom, jam. Ik eet er tussen met een boterham, jongens, moet. Nee, dat is ook te vies, Brent, dat is te vies. Maar eigenlijk, hè, weet je wat fun fact is? Volgens mij was dat onze ingang. Of was dat hier? Ik weet niet meer, help! Oh nee, er zit nog zo ene! Waar kom die, waar de fuck kom jij nou vandaan eigenlijk, joh? Ik heb hier toch alles uitgedaan? Is er nog een? Ik zweer het, hè. Ik word hier helemaal paranoia, hè. Kom, joh, let even gewoon zien, joh. Ik heb karate geoefend. Brent, wat had je eigenlijk allemaal te zeggen? Je hebt karate gedaan. Ja, nee, loslaten, ik ga gewoon terug naar boven. Want ik heb het hier wel gehad. Oké, okay, daar is het dus al niet, want het was zo één keer kappen en ik was er door. Ah, hier was dat. Oké. Okay. En hij zo 10 zombies wachten op mij of zo. Dat zou het geweest zijn. Oh, hallo. Hahaha, wat ben jij grappig, Brent. Ik lig dubbel. Ah, daar was dus ook nog ijzer. Lol, dat had ik nog niet eens gezien. En daar was lava, dat is juist een goud. Maar ik kan die toch niet mee... Ah, wacht. Als daar lava is, dan kan ik die daar toch gewoon insmijten. En nooit, tot nooit meer. Adieu! Kameradski. Oh, ik wil dat wel smijten. Eigenlijk moest hij dat tegen zo'n zombie, zo'n skeleton zijn kop gooien. Hè? En er is niks gebeurd. Oké, okay, maar dat was laatste, vriend. Met een Minecraft glitcht soms. Ik denk dat ik dat eigenlijk met ijzer moet pakken. Ik ga dat nog laten staan. Want ik dacht dat je dat met ijzer moest doen. Maar als hier lava is, dan gaan wij, hè. Sowieso onterecht. Allee, gaan wij weer onnodig dood, hè? Sowieso, hè. Oké. Okay. Maar! Hey, jong! Hey, jong. Oh-oh. Brent, doe niet show, hè. Oh, nee. Oh, nee. En ik zie daar een zombie staan. Misschien? Nee, dat is water. Oké, ça va. Oké, we gaan eerst... Hebben we genoeg ijzer? Nee, we gaan eerst die ijzer kappen. En dan komen we terug. En dan hakken we de hout. En dan zijn we gezegevierd. En dan is het waarschijnlijk tijd om af te sluiten. Ik weet het. Het is niet leuk. Ik wil ook verder spelen, maar dan heb ik een video van 1000 uur of zo. Dat is ook nee, niet overdrijven, Brent. Dan loopt mijn OBS vast. Daar niet alleen. Die 24 uur was mij aan het killen. Au. Was dat? Oké. Okay. Dan gaan we terug. Dat nog dag is, dat kunnen we net toch niet geloven. Hè? Nu moet ik zeggen, ja mannen, ik ga hout hakken en dan is het ineens donker. Sowieso. Ja man, ik ga nu hout hakken. Weet je dat zo pijn doet om een fail te hebben op YouTube? Want blijkbaar was het dus al nacht geweest, dus net ochtend. Maar we gaan eerst kijken naar de tip die ik heb gekregen. Hoeveel
Oudskool moet je hebben. Oh, we kunnen er al 3 maken. Ja, oké, okay, zover. Daar komen we wel even toe, denk ik dan wel. Dan kunnen we dat ijzer al laten smelten. Kunnen we ze bied terugkomen. Dan gaan we dat hout hakken. Dat ijzer eruit minen. En dan kunnen we misschien nog even verder kijken. En dan gaan we de video wel moeten afsluiten. Ik ben nog ergens aan het zien voor dat er misschien nog ergens een cave of zo is, maar ik denk niet dat hier ergens een cave is. Alleen daar nog een goeie, maar voor de rest denk ik niet dat er iets gaat worden. Hoe is het met onze goede vriend? Hi, hey. Hoe is het, jongen? Hoe is het? Hey. Hey, mooi hem niet slaan. En hier was dus ook hout. Maar ja, weet je, dat maakt het dorp nog wel levendiger, hè? Want ja, anders zijn we maar alleen met die 3 pannenkoeken. Oké, we gaan kijken of het ijzer al is gesmolten. Hopelijk wel. Oké, oh, het is allemaal al gesmolten. Oké, luxe. Dan gaan wij een zwaard maken, denk ik. Dat wel slim is. We gaan die kisten hier zetten. Oké, dan kunnen we daar ook al shit in droppen. Zoals dit. En dit. Oei, ja, oké, dat ook dus. Dit. Ah nee, we moeten wel we kunnen daar stokken van maken. Oké, luxe. En daar... Had ik de kaart al? Waarschijnlijk wel. En dat goud ook in dat. En dan gaan we de helft pakken. Nee, want we hebben er maar 3 nodig. Ja, jong. Hey, nu zal ik even aan het vangen. Ik ben niet uit het lagen. Ook al lag ik mezelf wel uit. Maar dat maakt niet uit. Een ijzeren pickaxe. Oké, dan gaan we die daar even weg doen. Dan gaan we dat ijzer daar even insteken. En die stokken ook even. En dan gaan we rap die hout hakken. Nou, hout hakken, Brent. Wat bent je? Houthakker of miner? Oké, dat was het dus. Dan kunnen we misschien nog even kijken of we hier nog iets gaan vinden. Maar ik denk het niet. Oh, daar is nog goud. Oké, luxe. En dan is dat voor de volgende keer. Maar ik wil alleen... Oh, redstone ook. Leuk. Ik weet niet dat echt handig is zelf. Maar hier moet dat toch diamonds zijn? Dat kan toch niet anders? Of ben ik me gewoon weer belachelijk maken, aan het maken op YouTube? Want dat kan, hè. Maar je maakt die altijd belachelijk, Brent, als je video's op YouTube maakt. Dat is waar. We gaan dat hier wel een beetje afzetten, want anders gaan we hier ooit wel eens inzukkelen, denk ik. Dus we moeten een goede les hebben vandaag geleerd. Dus, lava is dus blijkbaar zo, ja, als je water van zo'n plastic en dingen pakt, hè. Zo'n, ja, je weet. Oké, en dan zijn we eigenlijk al... Eigenlijk hebben we vandaag al veel meegemaakt, hè. Alleen dan... Ik had eigenlijk echt wat diamonds verwacht in dat... geheime... huis... kasteel, weet ik veel. Als jullie... nog tips hebben... dat, van, ja... jullie, ja, van... ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, je kunt abonneren, of je kunt dat doen, of je kunt dit doen. Dan laat het zeker weten, want dan... dat helpt mij. En dan gaan we ook nog snel... met wat steen... deze onnuttige krater onder ons huis gewoon... dichtmaken. En dit ook. De rest doen we volgende keer wel. Dan gaan we eerst nog farmen.
En dan, alhoewel, niet alles is nog gedaan. Ik wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk gedaan hebben deze aflevering. Wacht eens, ik wil daar ook wel eens gaan kijken. Ja, ik weet, ik ben aan het rijken. Ik heb al 1000 keer gezegd, ik ga de video afsluiten, want we hebben al veel gedaan. Maar dan kom ik altijd dingen tegen waar ik van denk van, oh, dat wil ik nog zien. Maar het is niet veel precies, alhoewel. Als het donker gaat worden, dan vind ik het altijd wel leuk. IJzer, oké, hier moeten we terugkomen. Ik weet niet dat jullie echt iets zien. Want de vorige keer hebben jullie ook amper iets gezien, eigenlijk. Pas na de opnames gezien. We gaan naar beneden. Ja, dit is ook wel iets. Dit is ook wel iets. Ja. Helemaal. Zeker weet, apotheker. Dat trekt helemaal op niks, maar kom. Ja. Oké, als we hier naar beneden vallen, zijn we echt gewoon dood. Oké, ik hoor water en al, dus... Alleen lava niet, dus we moeten nog dieper. Maar ik denk dat dit ook nog wel een goede cave gaat worden. En dan denk ik dat wel de goede caves er gaan opzetten, nu al denk ik wel. Maar ja, dan gaan we gewoon aan ons dorp beginnen gaan te werken. En natuurlijk ook nog mijnen. Want ik ga niet alleen nu altijd afleveringen maken dat we een dorp, als dorp gaan afmaken. Ik ga dus een poll maken van moet ik de huizen terug mooier maken of gaan we dat zo gewoon laten? Want ik vind dat wel leuker als ik dat mooier zou maken. Alleen gaat dat wel heel lang duren, want al die huizen zijn een beetje genaaid. En dan kunnen we misschien ook een klein boerderijtje maken, hè, dat we zo'n piketieren zo opsluiten. Ja, dan heb ik het ook over u, want ja, jij gaat je toch nooit de weg precies. En jij daar ook. Varkens killen wij niet, oké? Hashtag story mode. Oh, dat was zo erg. Hier, jong. Ik wist het wel. Jij... Hoi, je moet mijn einde volgen, de maat. Oh, nu heb ik spijt dat ik dat zei. Oh, dat was zo schattig. Die varkens hebben echt zo'n schattig koppetje, hè? Zie. Allee. Oh. Oké, jullie hebben mijn zwakke plek van Minecraft ook al door. Dat is ook te zien, precies. Maar dan pak ik even gewoon die hekken en dan sluiten we gewoon een beetje dieren op. En ook een beetje een boerderij. Dat is ook wel leuk, denk ik. Hier wordt mijn zwembad. Dat zie je wel. Maar dit was er al bij mijn eerste aflevering. Dat was bij een livestream. Maar dit... Dat kan ik me niet herinneren. En er zit ook gewoon niks. Dat is wel een diepe ding, hè, man. En die boom in het midden vind ik ook zo vet, hè. OMG. Doe eens rustig, ja. Hoi. De mensen iets als een tikker gaan gekregen, laten geven. Alhoewel, ben ik eigenlijk in die toren geweest, zie. Zie, ik vind altijd dingen zo... Wat ik denk van... Alhoewel... Maar doe ik dat dan kapot? Nee, dan doen we dat niet kapot. Dan nemen we dat ook mee. Au, met mijn bakken steden dingen. Hier is al niks. En hier! Raar maar waar! Is ook niks! Oké, ik ben eigenlijk ook gewoon aan het rijken dat het zo avond is. Dan kan ik ze afsluiten en dan ga ik slapen. En dan kan ik zo de volgende aflevering in het dag beginnen. Maar ik denk wel dat dat leuk gaat zijn, dat ik dat zo allemaal ga mooier maken. Maar dat gaat wel lang duren, dat heb ik al gezegd. Dus ja, dus ik ga het hier ook gewoon belaten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef een like, abonneer als je nieuw bent. En vergeet ook niet op dat belletje te duwen, dan weten we wanneer ik eens upload. En ja, bedankt voor het kijken. En dan zie ik je hopelijk bij een andere video of bij een andere livestream. Dus... Bye-bye.